Goedenavond iedereen. Welkom hier in de Tassiszaal van het Hof van Lieren, het hart van de stadscampus, het hart van de Universiteit Antwerpen en eigenlijk ook een beetje het hart van de stad Antwerpen. Dat zet ik even extra in de verf vandaag, omdat de twee bijzondere mensen, de twee krachtige kunstenaars die vandaag met een eredoctoraat voor algemene verdiensten worden gehuldigd, hun wortels in onze prachtige koeken- en boekenstad aan de Schelde hebben. Ik heb het over Annemie van Kerkhoven en Paul van Hooijdonk. De eredoctoraten worden straks officieel uitgereikt, maar eerst moet er nog veel uitgebreider en hartelijker verwelkomd worden. Daarvoor geef ik graag het woord aan de persoon die mee dat hart van de U Antwerpen, waar ik het zojuist over had, kloppend houdt. En dat is de rector van de Universiteit Antwerpen, professor Dr. Herman van Goetem. Zeer geachte aanwezigen, illustere kunstenaars uit onze Scheldestad, beste aanwezigen, beste online-kijkers, u allen. Welkom op deze eerste ceremonie van een reeks van 5 eredoctoraten. 5 eredoctoraten die we deze week zullen uitreiken. En ik ben bijzonder blij dat deze belangrijke plechtigheid, die toch een van de hoogtepunten is van het universitaire bestaan, en dat deze plechtigheid weer op min of meer normale wijze kan plaatsvinden. Elk jaar reiken we eredoctoraten met wetenschappelijke verdiensten uit vanuit 4 faculteiten. Maar daarnaast is er ook altijd een eredoctoraat algemene verdiensten. Dames en heren, dit jaar wordt het eredoctoraat voor algemene verdiensten toegekend aan 2 Antwerpse kunstenaars, Paul van Hooijdonk en Annemie van Kerkhoven. Een bijzonder warme welkom aan jullie beiden. Ik verwelkom ook graag de co-promotoren Johan Pas, Ernest van Buinder en Geert Lernout in het bijzonder, met dank voor het aangename commitment in dit dossier dat we samen voordragen. Welkom ook mevrouw de gouverneur, welkom mevrouw de schepen van cultuur, welkom alle hoogwaardigheidsbekleders, vrienden, sympathisanten van onze eredoctors. De Universiteit Antwerpen heeft al wel vaker eredoctoraten uitgereikt aan iconen uit de culturele wereld. Grote namen uit alle mogelijke domeinen, de film, de dans, de schilderkunst, de poëzie, wij hebben daar juist het huldeboek doorlopen. Wij kwamen onder meer bijvoorbeeld Anselm Kiefer tegen. Zoveel zijn eredoctor van onze universiteit. En het is een mooie traditie waarmee we onze universiteit ook plaatsen, laten resoneren. Maar deze traditie valt ook niet uit de lucht. Want met ons project Kunst op de Campus zetten we al meer dan 40 jaar in op kunst om en rond onze gebouwen. Dat resulteert, jawel, in meer dan 1100 werken verspreid over de 4 campussen. Onze universiteit is een museum, dat een museum van hedendaagse kunst waardig is, waarbij je 6 dagen per week vrij kan rondlopen en in alle gangen kunstobjecten zien van de jaren 1940-50 tot nu. Over het belang van kunst zijn al dikke boeken geschreven, vele doctoraten gemaakt en er gaan er nog vele volgen. Ik ga het niet moeilijk maken. Maar ik wil toch even aanstippen dat die kunstwerken bij ons niet zomaar decoratie zijn. Onze 1100 werken van kunst op de campus zijn een geheel dat ons een beeld brengt dat aansluit bij de leefwereld van Vlaanderen en Europa vanaf de jaren 1950 tot nu en waarbij onze studenten die door de gangen dwalen zich kunnen vereenzelvigen, meer of minder. En ze kijken met verbazing naar al dat moois, dat is veel gezegd, al dat bijzonders, dat is zeker zo. En het draagt ook bij tot de cultuur van onze universiteit die kunst is mee ingebed
in de universiteit. En onze keuze voor Paul van Hooijdonk en Annemie van Kerkhoven is bijzonder. We belichten dit jaar twee beeldende kunstenaars van verschillende generaties. Ze hebben elk met elkaar gemeen dat ze Antwerpen als uitvalsbasis hebben en een internationaal erkende carrière hebben uitgebouwd. Ze hebben grensverleggend werk neergezet op het vlak van de synergie tussen kunst, technologie en wetenschap. En dat is toch iets voor onze universiteit. Nog een gemeenschappelijk kenmerk is dat hun praktijk vandaag bijzonder relevant is door het feit dat beiden aan de basis liggen van kunstenaarscollectieven die hebben ingespeeld op hun leefwereld en die bakens hebben verzet van in de jaren 1950-1960 tot nu. Straks laten we onze twee eredoctores aan het woord in twee filmpjes waarbij hun werk uitgebreid aan bod zal komen. De Universiteit Antwerpen bezit belangrijke werken van hen en ze zijn ook beide vertegenwoordigd in Museum to Scale, die uitzonderlijke verzameling wonderkamers, kleine museumboxen van een meter op 50 op 50, waarbij je een overzicht krijgt van het Vlaamse en Belgische kunstlandschap van na de Tweede Wereldoorlog. En die collectie kan u alle dagen bewonderen, hier enkele honderden meters verop, in gebouw R. U moet het echt doen. Voor mensen van mijn generatie, ik zou aan mijn kinderen zeggen, in de Guide Michelin krijgt dat 3 sterretjes. Dat moet nog komen, maar kunst op de campus is een uitzonderlijk geheel van de Universiteit Antwerpen. Het draagt wezenlijk bij tot wie we zijn. Het laat ook zien wie we willen zijn. En dat we deze twee eredoctoren vandaag mee kunnen opnemen in onze galerie van de illusteren. Het is een hele eer, maar bovenal ook een geweldig plezier. Dank u wel. Het allereerste eredoctoraat dat we uitreiken in 2022 is het eredoctoraat voor algemene verdiensten aan de heer Paul van Hooijdonk. Zo dadelijk zal de heer Ernest van Buinder een laudatio brengen, waarna de officiële overhandiging plaatsvindt, gevolgd door een dankwoord van de heer Paul van Hooijdonk zelf. Maar voor we daarmee van start gaan, kijken we eerst samen naar een film, een retrospectieve van Paul van Hooijdonk. Ik ben altijd bezig geweest met dingen te maken. Altijd. Van als een kind speel ik met objecten en zo van alles. Ik weet niet wanneer. Ik ben kunstenaar geboren. Ik heb nooit iets anders willen worden in het leven. Het is eigenaardig feitelijk als je denkt, wat doet een mens kunstenaar worden? Ja. Waarom? Ja. En ik geloof dat het beste antwoord dat we kunnen vinden is, toen wij van stof object zijn geworden, mens zijn geworden, heeft dat ongelooflijk lang geduurd voordat we geen vissen meer waren, dat we op de grond zaten en dat we stilletjes aan moesten zieken, maar we waren heel slecht gewapend en dat heeft ons zo gevaarlijk gemaakt. Die handen zijn niet gemaakt voor te doden. De mensen, de mannen, die moesten zich verdedigen en zien dat ze eten vonden. Laten we de rots gaan, waar de vrouw met de kinderen beneden zat. En ze zagen die wanden er staan, die ze door staan. En op die grond, dat vuil daar lag zo een beetje. En wat hebben die gedaan? Denkende aan wat ze hadden meegemaakt in hun dag, maakten die in heel de planeet dezelfde tekeningen. Fantastisch, hoor. Kunst. Diende tot niets. Maar moest er zijn om naar boven te gaan. Kunst is eerst geweest voordat technologie ontstaan is. Kunst is eerst geweest? Eerst geweest. Ja. En dat blijft zo. Dat zal altijd blijven.
ik geloof dat in mijn verstand, zoiets moet ook gebeuren. Ja. Dat ik ook gedacht heb aan slijken, topnomen en dingen te doen. Ja. Wat doen kinderen als ze groter worden? Ze maken tekeningen, ze maken ze ook ver. Ze zitten aan de wanden bezig. Ja. Veel van de kinderhandelingen zijn de handelingen die de oerbewoners van deze planeet hebben toegepast om te leven. Ja. De Universiteit Antwerpen heeft, denk ik, een van uw bekendste, belangrijkste beelden uit die periode, 1970, die in Big Astro. Ja, dat is een heel dat is gemaakt uit dingen die u in garages ging oppikken en wat weet ik allemaal. Hè? Ja, overschot, ja. Maar het is ongelooflijk hoe mooi dat sommige dingen die in overschot zijn. Je bent een assemblagekunst. Ja, nog altijd. Assemblage, dat wil dus zeggen met allerlei dingen die je overal... Alle vuilbakken die je kunt vinden, ja. Hoe zijn je eigenlijk in de ruimtevaart geïnteresseerd gekomen? Is dat door Jules Verne te lezen? Of? Ja. Ik had heel weinig geld als ik klein was. Ja. En er waren in Antwerpen op die moment een stuk of 5, 6 klein boekenwinkels waar dat de mensen oude boeken verkochten. Ja. En dat waren gewoonlijk ook oude mensen die dat openhielden. Ik heb zo'n taalboeken nog van die tijd. En dat waren over het algemeen Franse boeken. Van Jules Verne en alles. Hè. Ja. En al mijn klein geld dat ging er. Nou, in plaats van te snoepen, dat moest ik hebben. En dan las ik in hoe dat die mensen naar de dingen gingen, naar de planeten en alles. Ja. En dat zette mij in een... Ik wist niet of ik dat zou willen doen in mijn leven. Maar dat interesseerde mij ongelooflijk. En daar is dat begonnen. Ja. Daar is dat begonnen, feitelijk. In die boekenwinkeltjes in Antwerpen, die werkelijk uiteenvielen van ouderlingen en al, die zijn allemaal weg, dat bestaat niet meer. Nee. Ik heb nog een paar boeken erover. Maar dat is heel belangrijk in mijn leven geweest. Ik ben die blijven lezen en dan ben ik overgeschakeld naar echte boeken erover en zo. Ja, dan is de Russen en de Amerikanen zijn dan de ruimte gaan ontdekken. Ja. Hè? De Sputniks en de... En ik weet niet hoe dat kon de eerste keer ben begonnen. Ja, ik heb dan een expositie gehad met ruimtevaart. En dan stilkens aan kwamen er ook mensen van de ruimtevaart binnen. En er zijn twee mannen gekomen van de Cape. Omdat die vonden dat er zo eigenaardig was iemand die over de ruimte doet. En die mannen hebben mijn expositie gezien. Die hebben gezegd, hè, Johan of was. En ik ben dan direct op hun advies naar daar gegaan. En ik ben in de Cape binnengerokt. Ah. En ik herinner me, het eerste wat ik ze ontmoet heb, die wouden zich aan het klaarmaken voor Apollo 15. Ja. En ik had dat boek bij, ik liet in dat boek zien. Die zeggen, what, you're one of us? Ook al. En een van de drie moet gezegd hebben, ik weet niet meer wie juist. Let's take a walk of Paul to the moon. Ik zeg, why? En zo is het begonnen. Feitelijk niet in New York, maar in Chicago. Chicago. Nothing like a little science on the moon, I always say. Been saying it for years. En dan is precies 50 jaar geleden, heeft Apollo 15 dit beeldje. Ja. De leden van Apollo 15, dit beeldje op de maan geplaatst. Ja. Vertel daar eens iets over. Ik ben hier naar huis gekomen en ik heb gevraagd om een kleine. Ja. Ik moet een beeldje maken en dat moet naar daar gaan. Ja. En hij was juist binnen in het ateliertje, in een hoekje, dingen aan het maken. En hij had gewerkt met kool, met kleefdingen. Ik zeg, ik moet een beeldje maken, het mag niet groter zijn dan dat. Het moet een mens zijn, maar het moet geen man, geen vrouw zijn. Nee, mocht niet. Hè? Nee. En het moest heel licht zijn natuurlijk. Ja. Er mocht niks zo. En het mocht niet in polyester. Nee. En dan hebben ze dat in zo'n speciaal metaal gemaakt. Dus de astronauten hebben dat meegenomen naar de maan. Ja. Here in Antwerp we have a young man of 90 years who is an artist. Who is world famous,
We had exhibitions in the Guggenheim and at this couple of months ago, and also in Berlin and Amsterdam. Who has been speaking in Washington, D.C. at the Smithsonian, and above all, ladies and gentlemen, who is the only person in the history of mankind that ever made a piece of art which is on the moon. I think this is a wonderful thing, and it's a great testament to not only the idea of putting something on the moon, but to the talent and the genius of Paul Van Hooydonk, who actually derived and came up with this statue. I think it's a wonderful thing. Maar en toch ben ik teruggekeerd nu naar een heel eenvoudige dingen. Ja. Ja, nu zijn we terug naar simpele dingen gegaan. Dat heeft ook iets te maken met het feit dat je hier opgesloten zit. Hè. Ik pas mij altijd aan om de toestanden waar ik in ben. Dus dat is eigenlijk uw antwoord op heel die, ja. Op heel die pandemiegeschiedenis ja, nu? Ja. Ik heb me dan aangepast. Ik heb natuurlijk een heel grote Nederland en alles wat je kunt verdenken. Maar ik heb mijn leven beginnen organiseren. Hè. Omdat ik mij aanpas aan de toestand en ik zie wat gebeurt er, wat kan spreken tot de mens soms. Ja. Zonder dat ik denk, God dat mij opbrengen of iets. Maar bijvoorbeeld, wat is uw inspiratie als je daaraan begint, aan dat werk? Denkt u dan aan de ruimte? Of? Ik denk aan de mens. Aan de mens? Aan de mens. En ik denk ook dat de mens weet niet hoe dat hij moet denken, maar hij is opgesloten. Ja. We zijn volledig opgesloten, ja. Maar we zien dat niet, ja, maar we voelen het. Ja. En ik geef het weer. Ja, door ik geef het weer, mijn werken met plexiglas. Af te scheiden van de mens. Ja. In plaats van een glas of niet, is dat afgescheiden. Ja? Mijn leven gevangen en toch houden we het uit. Ja. En we zijn het aan het overwinnen. Ja. Je mag alles niet opgeven. Hè? Nee. Kunst is feitelijk heel gecompliceerd en heel simpel. Maar ja, je hebt een heel verscheiden oeuvre. Ja, het blijft verscheiden. En dat is goed ook. En dat houdt u jong. Je bent nog alle dagen bezig. Ja. Ja? Beste allen, Paul Van Hooydonk, geboren, Oude Beurs, Antwerpen, vlakbij het stadhuis, mevrouw de Schepen, 1925. Exposeerde na zijn kunsthistorische studies voor het eerst Antwerpen in 1952. En na een korte figuratieve periode evolueerde hij rond 1954 naar een eigen vorm van constructivisme en monochromie, onder de vorm van collages en reliefs. En zo speelde hij een rol in de drie Brusselse kunstgroepen die in de jaren 50 van vorige eeuw, begin jaren 60, de abstracte en constructivistische kunstenaars groepeerden en aldus het klimaat in de Belgische kunst vernieuwde. Chronologisch de groepen Art Abstrait, Forme en Art Construit. Het werk van Paul Van Hooydonk werd spoedig opgenomen in belangrijke museale en privécollecties. Eind jaren 50 werd Antwerpen een kunstencentrum van Europese allure op de as Milaan, Parijs, Antwerpen en Düsseldorf. Paul Van Hooydonk zou zich eerst op die as en vervolgens op de rest van de wereld richten. In Milaan exposeerde hij in 1964 in de befaamde Galleria Apollinaire en waren er goede contacten met Lucio Fontana en Piero Manzoni.
In Parijs exposeerde hij in de iconische galerie Iris Claire in 1961 en 1964 en werd er dicht bevriend met Pierre Restany. Pierre Restany, de oprichter van de Nouveau Realiste, waartoe onder andere Armand, César, Raymond Eames, Yves Claire en Jean Tinguely beoorden. Die allen ook hebben samengewerkt met de galerie Iris Claire. En in Antwerpen was Paul van Hooydonk medestichter van de kunstenaarsgroep G58 Essenhuis, waar hij mede-organisator wordt van de nu legendarische tentoonstelling Vision in Motion, Motion in Vision, 1959. In Düsseldorf had hij contacten met de kunstenaars van de groep Zero, Einsmack, Otto Piene en Günter Uecker. Vandaar dat werk van Paul van Hooydonk recent werd getoond in de prestigieuze Zero-retrospectieven, onder meer in het Guggenheim Museum in New York, het Stedelijk Museum in Amsterdam en Berlijn. Eind jaren 50 start de kunstenaar met de creatie van series van monochrome en abstracte lightworks. En door plexireliefs doorbreekt hij het tweedimensionale karakter van het doek. Deze reliefs creëren een licht- en schaduwspel en dematerialiseren als het ware de gebruikte media. Vanaf het begin van de jaren 60 speelt Paul van Hooydonk ook een eerste rangsrol in de assemblagekunst. De sculpturen Bonsomme, die hij voor het eerst tentoonstelde te Brussel in 1961, zijn samengesteld uit verschillende materialen die hij vond in de Antwerpse haven, waar hij toen nog werkte. Drijfhout, verroest ijzer, afval allerhande. Recyclagematerialen vormen de basis voor de latere robots, astro's en andere sculpturen. Vanaf die periode zal de kunstenaar zijn artistieke blik richten op de kosmos. In 1962 reist hij voor het eerst naar New York, waar hij ook later vaak zal verblijven en tentoonstellen. Door contacten met de NASA en de astronauten plaatst de bemanning van Apollo 15 een beeldje van Paul van Hooydonk op de maanbodem vol een astronaut. In 1971, nu ruim een halve eeuw geleden. Dit engagement voor de ruimte zal hij tot op de dag van vandaag niet meer opgeven. Planeten, satellieten, ruimtelijke situaties, astro's blijven de thema's van zijn schilderijen en objecten, waarbij vooral het wit, symbool van het onwezenlijke, wordt aangewend, soms met sporen van het blauw en het rood, die ook naar sterrenstelsels verwijzen. De inspiratie voor zijn werk vindt Paul van Hooydonk dus ver buiten de eigen planeet, in de oneindigheid van het universum, waar alle mogelijkheden voor een nieuw begin gaaf zijn gebleven. En de meester ontving enkele jaren geleden, ik was erop aanwezig, een eredoctoraat van de Universiteit de Liège. En kunst op de campus Universiteit Antwerpen bezit 4 werken van zijn ambt, verspreid over 3 campussen. Ik wil hier vooral wijzen op het iconische Big Astro uit 1970, dat u zojuist op beeld hebt gezien. En ook op de monumentale Lucifer, de lichtdrager, op de campus Middelijn. En vandaag dit verdiende eredoctoraat. En daarmee is de kosmische cirkel gesloten. Mag ik de rector verzoeken het eredoctoraat aan Paul van Hooydonk uit te reiken. Meneer de rector. Bij besluit van het bestuurscollege verleent de Universiteit Antwerpen aan de heer Paul van Hooydonk, beeldend kunstenaar,
het diploma van doctor honoris causa, algemene verdiensten, voor zijn uitzonderlijke prestatie als beeldend kunstenaar in artistiek en cultureel opzicht, met een bijzondere rijkwijde die kunst en wetenschap verbindt. Hij is bovendien een kunstenaar die ruimte en wereld overstijgt met een werk op de maan. Om al deze redenen verlenen wij het eredoctoraat honoris causa van de Universiteit Antwerpen aan onze eredokter Paul van Hooijdonk. Ik heb enorm veel geluisterd in mijn leven. En iedere keer dat ik ergens was op deze planeet en men mij sprak over Antwerpen, moet ik eerlijk bekennen dat er een traan in mijn ogen kwam. Ik ben altijd een Antwerpenaar gebleven. De stad heeft dat niet al te goed. Hij wil eruit, hij wil naar Amerika en zo. Maar voor mij was het feitelijk naar de kosmos gaan. Deze planeet voorbereiden voor de kosmos. En nu zijn we daar stilaan mee bezig. Dat is voor mij de toekomst. Verder is wat mijn vriend heeft gezegd, het spreekt over mij helemaal. Ik heb deze morgen nog goed gewerkt. En ik hoop morgen nog te kunnen werken. Ondanks dat ik me dan niet meer op mijn poten sta. Ik dank u hartelijk van hier gekomen te zijn voor deze. Okay. We kunnen elkaar niet genoeg bedanken. Daarom zeg ik graag nogmaals dank aan meneer Paul van Hooijdonk om hier vanavond aanwezig te zijn, om het eredoctoraat te accepteren en voor uw hartelijke dankwoord. En naast iedere succesvolle man staat een sterke vrouw. Daarom danken wij ook graag Paul van Hooijdonks echtgenote, mevrouw Marleen Meijers, voor de vele jaren steun en om hier vanavond te zijn. Het is vanavond dubbelfeest. Dat mag ook al eens. Want er is nog een eredoctoraat voor algemene verdiensten dat wordt uitgereikt, namelijk aan mevrouw Annemie van Kerkhoven. Dat gebeurt straks na een laudatio door dokter Johan Pas, hoofd van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, onderdeel van de AB Hogeschool. Na de overhandiging volgt er een dankwoord van mevrouw van Kerkhoven, maar nu kijken we eerst samen naar de retrospectieven van Annemie van Kerkhoven. Van heel jongs af aan hebben ze van mij gezegd, van mijn ouders, alleen mijn vader, zo van onze Annemie, dat is een kunstenaar. Omdat ik ook dingen vond in het bos, een tak of zo, en ik zei, dat is een vogel. En dan zei, ik weet dat nog aan ons Greet, die is jonger dan ik, die zei, maar waarom vind ik die dingen niet? En die was er gewoon voorbij gelopen, zie je? Nochtans, die tak is geen vogel en die ziet er niet uit als een vogel. Maar ik, van een bepaalde manier van kijken, ziet dat eruit als een vogel. En zo zijn ook volgens mijn part. Allee, dat is een van de manieren waarop dat kunst is ontstaan. Hey, we geleerd vanaf jongs af aan, dat is een tas, dat is de mama, dat is de papa. En, maar als dat vloeiend blijft, dat is nog die fase. Ja. Dat is atavistische fase eigenlijk. Hè?
Maar dus eigenlijk dat je die creativiteit ook een beetje afleert. Ja, dat leer je af, ja. Maar je kunt dat wel terug opwekken. Ja. Ja. De oorspronkelijke staat van de mens is wat wij nu noemen een kunstenaar. Iedereen is eigenlijk zo. Alleen de oorspronkelijke staat, het creatieve, dat is op alle, in alle echelons van de maatschappij is er constant creativiteit. Dat uit zich op heel veel manieren. En dat eigenlijk, laat ons zeggen, de dimensie van de creativiteit is hetgeen wat wij eigenlijk delen. En dat is het onderbewuste. Dat is ook het, dat is ook het, laat ons zeggen, de level van bestaan. Hè, want we bestaan op verschillende parallele circuits, denk ik. Dat is de level van bestaan ook waarin dat er ook geen gender is. Mm-hmm. Waarin dat je man of vrouw bent. En dus op het gebied van de creativiteit zijt je man of vrouw. Dat is dus onzijdig. Ja. Zo, dat is ook waar dat de Tao zich bevindt. En zo. En dus het negatieve, positieve, dat is iets dat daar allemaal in elkaar overvloeit. En dat is ook wat als bijvoorbeeld als je zo'n iemand uit de rock and roll die zo zegt van zo'n, dat ze zo'n hit hebben geschreven, ze zeiden dat kwam vanzelf. Mm-hmm. Dat is dat je dus een connectie hebt daarmee. Zie je? Ja. En dat iedereen heeft dat, of inzichten, of een mystiek inzicht. Maar je kunt dat hebben door contact te hebben als mens met het universum. Of, of dat je ineens op je bureau alles zo licht dat je ineens kunt doordringen naar andere werelden of zo. Mm-hmm. Zie je dat? Maar natuurlijk, niet iedereen kan zich dat permitteren van zo'n leven te hebben. Of heeft niet de tools om daarmee, om daar een leven mee te hebben. Want dat vergt ook offers. Mm-hmm. Dat is, als kunstenaar zijt je dus ook... dat is tegelijkertijd iets fantastisch, maar ook een soort vloek, zou je kunnen zeggen. Dat is iets dat je alleen maar kunt doen als je niet anders, als je geen keuze hebt. Omdat je constant alles in... Ja, omdat je gewoon niet in het systeem past. Ja. Je past er niet in. Maar je wilt natuurlijk wel bestaan. En je moet daarmee omgaan. Dus je zoekt naar manieren, alternatieve manieren. En dat heet dan kunst. Ja. Ik wil eigenlijk de manier van denken losvliegen. Ik zeg niet hoe dat je moet denken, hè, maar ik toon wel alternatieven. Ja. Of ik toon een mechanisme waar dat je kunt gebruiken om dat bij je eigen ook te doen. Ja. Zie je? Je komt op de wereld in infrastructuur. Mm-hmm. Dat is om het heel lelijk te zeggen. Ja. Dat is een heel lelijk woord. Maar je hebt de familie, je hebt de straten, de huizen, je hebt het land, de stad, de infrastructuur. En die was er al voordat je zei en die zal er nog zijn als je weg bent, als je weggaat. Ja. Dus jij kunt daar een tijd van profiteren. Mm-hmm. Je kunt daar aan toevoegen. Dat brokkelt af, dat moet aangepast worden aan de maatschappij die evolueert. En je helpt, er zijn mensen die daar dan aan helpen. Mm-hmm. Van dat te doen, in de goede richting te doen evolueren. Ja. En dat is de taak van de mens. En de taak absoluut is, van de mens is absoluut niet van het in het probleemloze je eigen. Maar zelfs het pantoffeldiertje wil het goed hebben. Zie je? Ja, ja. Dus je wilt het wel goed hebben. Maar de problemen die moet erbij pakken, zie je? Want anders evolueert niks. Ja, dus we zijn hier nu in het atelier. Dus ik vind het superleuk om hier rond te lopen. Maar ik zie hier super verschillende dingen. Hè. Hier liggen bijvoorbeeld wasco's, graffitibussen, verf. Ik zie schilderijen, collages, achter dingen, van alles. Hoe zou jij jezelf beschrijven als kunstenaar? Dat is wat voor werk? Ik ben een multimedia kunstenaar. Ja. Want ik schrijf ook en wij hebben ook een noise band. Mm-hmm. Dus dat hangt ervan af wat de mogelijkheden zijn of wat de inspiraties. Of welk stadium in mijn leven, welk medium dat ik werk. Ja. Maar ik vind het wel een lelijk woord. Ik vind dat er een nieuw woord zou moeten verzonnen worden. Maar, En weet je al een woord? Mysticus of zo. Ja. 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 En je zegt van ja, dat zijn periodes. Soms periodes. Is dat iets dat je zo... Hangt het medium dat je kiest ook af van het doel of het thema dat je behandelt met je kunst? Ja. Ja, want ik denk dat elk goed kunstwerk dat een soort van samenkomen is. Van techniek, inhoud, uitzicht, grootte, alles.
kunt je mij iets vertellen? Want ik vind dat zelf heel fascinerend, hoe zo'n proces in zijn werk gaat. Van waar vind je die inspiratie en hoe kom je dan tot het uiteindelijke kunstwerk dat je tentoonstelt? Ja, het is natuurlijk, elke kunstenaar, als je dat al heel lang doet, dan heb je zo'n eigen paradigma waarbinnen dat je werkt. Hè. Dus ik ben toch al van 75 bezig, echt, mm-hmm. als kunstenaar. Dus dat is al heel lang. Ja, het is zo dat bepaalde dingen u interesseren. Mm-hmm. Of u afstoten, want dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Hè. Dus je hebt een fascinatie of een afkeer van iets. Mm-hmm. En dat zie je dus veel terugkomen. En op een gegeven moment begint u daarmee te werken. Allee, ja, die dingen stapelen zich op. Of je vindt andere elementen in de literatuur of in tijdschriften of in, als je met mensen persoonlijkheden van mensen en zo. En dat zijn dan dikwijls dingen die dat versterken of dingen die daar het tegengestelde van zijn. En je begint dat linken te vinden of linken te maken. Mm-hmm. Echt, dat je denkt, van, ik moet hier iets mee doen. Ik moet hier iets. En soms is dat geforceerd en soms komt dat vanzelf. Na een tijd komt daar iets uit gedistilleerd waar dat je mee aan de slag kunt gaan. Mm-hmm. En waar dat je een aantal werken mee kunt maken. Soms is dat jaren, maar soms is dat ook maar een paar maanden of een paar weken. En dan is dat uitgeput. Ja. En dan, maar dat is ook de manier waarop de natuur werkt, waarin dat de kosmos werkt eigenlijk. Dat is een manier van vernietigen en opbouwen en neerslagen. Dat is eigenlijk een alchemistisch proces, zoals dat ze noemen. Wat kaart je dan aan met je werk over hoe dat vrouwelijk lichaam gerepresenteerd wordt? Ik kaart niks aan. Allee, het is gewoon zo. Ik kaart eigenlijk niks aan, want ik gebruik die verborgen codes. En klaarblijkelijk zijn er een aantal codes. Hè? Dus je borsten tonen. Dat gaat terug naar de oorsprong van ons mens zijn. Dat zijn uitingen, dat is hoe noemen ze dat nu wel? Antropomorfiseren van dingen die groter zijn dan jezelf. Want elke vrouw representeert natuurlijk wel die kracht of die mogelijkheid om iets in zich te laten groeien. Iedere mens komt uit een vrouw. Ja. En klaarblijkelijk is dat de eerste inspiratie tot het maken van dingen. Ja. Een soort van verheerlijking van die moeder of een afrekenen ermee. Ja. Maar dat zijn dan codes als in... Dat is eigenlijk om dingen... laat ons zeggen, die code gebruik je, en dat is ook in de reclame, die gebruik je om de mensen in een metastaat te brengen dat ze eigenlijk openstaan voor nieuwe inzichten. In de campus van de Drie Eiken hangt een groot, lang, kleurrijk werk van u. De titel is Hemel en Aarde, hè? Ja, eigenlijk wat daar te zien is, is de eeuwigheid en de relativiteit van hemel en aarde. Ook hun wederzijdse afhankelijkheid. Zie je? Want eigenlijk wil ik daarmee zeggen van wat niet gezien wordt, bestaat niet. Iets zien betekent altijd voor iedereen en voor alles in conjunctie staan met de zichtbaarheid van de dingen. Er is altijd een externe bron nodig om iets te doen oplichten. Fysiek licht, de juiste informatie of een andere gebeurtenis ter plaatse. Geachte aanwezigen, beste Annemie, innige deelneming. Dit moet niet makkelijk voor je zijn. Als eigenzinnig en vaak tegendraads kunstenaar heb je je mening nooit onder stoelen of banken gestoken. Zo gaf je daarover gevraagd wel eens recht, je recht voor de raapse mening over doctoraten in de kunsten. Zoals sommige anderen sta je daar nogal sceptisch tegenover.
Want wat betekent een doctoraatstitel voor een kunstenaar? Als die al een betekenis heeft, vormt die dan geen bedreiging? Wijst het verlenen van een doctoraat niet op de ultieme recuperatie van de kunstenaar? Is academisering uiteindelijk geen poging tot insnoering van het kunstenaarschap? Kortom, staat een doctoraat voor de kunstenaar niet gelijk aan de domesticatie van de artistieke vrijheid? En kijk, nu zit je hier zelf. Te luisteren naar deze laudatio, nota bene door de directeur van de academie. Te wachten tot het moment waarop de rector van de Universiteit Antwerpen je diploma van eredoctoraat voor algemene verdiensten overhandigt. De tijden zijn meer dan ooit onvoorspelbaar, zo blijkt. Maar no worries. Jouw praktijk bewijst dat de hier net geschetste bedreigingen een illusie zijn. Dus heb je dit meer dan ooit verdiend. Meer zelfs, het doctoraat in de kunsten en dit eredoctoraat verdient jou. Toen onderzoek in de kunsten nog een begrip was dat heel vaag deed denken aan conceptuele praktijken uit de jaren 60, gaf jij, als een van de eerste in België, een frisse, nieuwe draai aan. Je studeerde grafische vormgeving aan de Koninklijke Academie in Antwerpen. Al snel evolueerde je naar een autonome artistieke praktijk, waarin het tekenen en het schrijven een constante zouden vormen. Je goed bewust van de precaire positie van vrouwelijke kunstenaars, ontpopte je tot een kritische stem in het debat rond vrouwen en kunst. Daarnaast leg je tot op vandaag een grote belangstelling aan de dag voor de wetenschap en technologie en de impact daarvan op kunst en op de maatschappij. Als beeldend kunstenaar ga je doortastend en onderzoekend te werk en betrek je nieuwe inzichten uit de wetenschap, zoals artificiële intelligentie, en technologie, zoals digitalisering, op je praktijk. In de jaren 70 werkte je bijvoorbeeld al heel nauw samen met professor Luc Steels van het Artificial Intelligence Lab van de VUB, toen verbonden aan de UIA. Einde jaren 70 ontwierp je ook het tijdschrift dat aan de UIA werd uitgegeven rond experimenteel theater. Van in het begin voelde je al de drang je beelden en je ideeën te delen met anderen. Rond 1980 begon je je eigen kunstenaarspublicaties uit te geven, zoals het legendarische Public Enemy, waarin je op een radicale en eigenzinnige wijze uiting gaf aan je engagement en je belangstellingssferen. Je ervaring met grafisch ontwerp kwam hier tot een vruchtbare en verrassende synthese met je artistieke en conceptuele exploraties. In 1981 richtte je samen met de performancekunstenaar en je levenspartner Danny de Vos het kunstenaarsplatform Club Moraal op, gevestigd in een leegstaand fabriekspand in Borgerhout. Daar organiseerden jullie jarenlang concerten, performances en tentoonstellingen van extreme Belgische en internationale kunstenaars en daar ook publiceerden jullie het radicale cultureel strijdschrift Force Mentale. Als duo gaf Club Moraal ook zelf muziekperformances, waarin de elektronische noise-muziek van jou in dialoog, debat en duel trad met het gekrijs en de performancekunst van Danny de Vos. Jouw beeldend werk is bijzonder veelzijdig. Het omvat tekeningen, schilderijen, installaties en films. En is ondertussen op heel wat uiteenlopende locaties getoond, in België en in het buitenland. Als head nurse ontwikkelde je een complexe en gelaagde plastische taal die zich bedient van nieuwe technologieën en van gevonden beelden. Je oeuvre verkent no man's land tussen artistieke creatie, technologische know-how, wetenschappelijke kennis en politieke ideologie. Daar rond ontwikkelde je een web van textuele notities die het midden houden tussen theoretische teksten, ideologische statements en experimentele poëzie. Toen vorig jaar bleek dat je met Maxime Préaux, een masterstudent grafisch ontwerp aan onze academie, bezig was een deel van die teksten te bundelen, waren wij blij en trots dat we dit met de academie als boek mochten uitgeven. Het resultaat, Veerkracht thuis, werd op jouw verzoek gratis verdeeld onder studenten en docenten. Hieruit blijkt jouw engagement voor het kunstonderwijs en voor jonge kunstenaars. Engagement dat zich ook vertaalde in je lesopdrachten aan het KASK in Gent
en je lidmaatschap van diverse juries. Je eigenzinnige en indrukwekkende parcours werd enkele jaren geleden bekroond met een uitgebreide retrospectieve tentoonstelling in het MUCA en in Kassel. Begin dit jaar was een overzicht van je werk te zien in de Antwerpse galerie Zeno X, waar je al 40 jaar mee samenwerkt. Daaruit bleek hoe koppig en consequent je ontwikkeling als kunstenaar de afgelopen decennia geweest is. Maar vooral hoe prikkelend en actueel het werk vandaag aanvoelt. Ik merk dat jonge kunstenaars en ontwerpers je werk bijzonder appreciëren. Daarom, beste Annemie, is er geen enkele reden om vandaag gemengde gevoelens te koesteren bij de ontvangst van dit eredoctoraat. Het bewijs dat artistiek, onderzoek en wetenschap hand in hand kunnen gaan in een krachtig, eigenzinnig oeuvre. Dit eredoctoraat is een zoveelste terechte blijk van erkenning voor jou. En een belangrijk signaal van de universiteit dat ze de rol van kunstenaars in de samenleving naar waarde weten schatten. Mijn gelukwensen dan ook, niet alleen voor jou, maar ook voor de universiteit. Mag ik de rector verzoeken het eredoctoraat aan Annemie van Kerkhoven te overhandigen. Bij besluit van het bestuurscollege verleent de Universiteit Antwerpen aan mevrouw Annemie van Kerkhoven, beeldend kunstenares, het diploma van doctor honoris causa algemene verdiensten. Voor haar, let wel, eigenzinnig, radicaal kunstenaarschap en veelzijdig plastisch oeuvre dat constant een kritische kanttekening vormt bij de sociale, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Nou ja. Alsjeblieft. Proficiat. Ik heb een klein tekstje voorbereid. Ik vind het een grote eer dat mij dit eredoctoraat gegeven wordt. Al 12 jaar ben ik lid van de klasse van de kunsten binnen de Academie voor Kunsten en Wetenschappen in Brussel. Tussen al die academici kan ik me voortaan een beetje meer op mijn gemak voelen. Ik ben heel blij en fier dat op deze manier mijn jarenlang betrekken van de wetenschappen in mijn werk als kunstenaar gehonoreerd wordt. Bedankt rector Van Goetem, Ernest van Buinder en dokter Jan Pas om dit mogelijk gemaakt te hebben. Praktisch. Des te aangenamer vind ik deze toekenning omdat ik in de jaren 70 veel over de vloer ben gekomen in de kerstverse UiA-campus in Wilrijk. Dit gebeurde dankzij intensieve creatieve samenwerkingen en uitwisselingen tussen studenten Germaanse en linguistiek, de bezielers van Wijlen het KK-centrum en een kleine groep Antwerpse academiestudenten, waartoe onder andere Hugo Roland en ik behoorden. We hebben hier avant-garde films, toneelstukken, muziekoptredens en baanbrekende performances ondergaan, die mij tot de kunstenaar gemaakt hebben die ik geworden ben. Dankzij de contacten die we legden en nooit gestopt zijn, heb ik in de jaren 80 de onstuitbare ontwikkelingen in het domein van de kennisrepresentatie en de AI van dichtbij kunnen volgen. Ik maakte hier, zoals Johan het zei, in een digitaal lab in 1977 mijn eerste beeldanimatie, tezamen met Luc Steels, ter opvleuring van zijn doctoraatspresentatie Computer Simulation of Parser. Ik heb in de loop van de jaren geregeld mogen samenwerken met wetenschappers van diverse universiteiten. Wat me telkens opviel en ook geruststelde, was dat zowel kunstenaars als wetenschappers in hun gekozen discipline dezelfde kweesten najagen. Ze leven in dezelfde tijds- en ruimtedimensie. Hun breinen worden bezield door dezelfde vragen, ze gaan gebukt onder dezelfde problemen en staan voor dezelfde dilemma's. Ieder haar en zijn ding doend in de gespecialiseerde vorm van de eigen methode. Het is al lang dat de vooruitgang een afstand schiep tussen deze verschillende gebieden van menselijk gedrag. Richard Feynman verklaarde in 1963 dat de 20e eeuw de meest onwetenschappelijke eeuw in de menselijke geschiedenis aan het worden was.
als gevolg van de heersende krachten die voornamelijk op expertise en efficiëntie mikken, leidt elk aspect van de samenleving aan vervaging en versnippering. Het is de vraag in hoeverre de hedendaagse nieuwe technologieën mechanismen zullen blijven aanbieden die de versnippering aan realiteiten nog verder doordrijven. Wat een geluk dat ook synthetische realiteiten voortdurend in beweging zijn. Ze kunnen sprongen zetten naar nieuwe positiviteiten en plaatsmaken voor diepe en eenmakende kennis. Terwijl de maatschappij zichzelf voortdurend herschikt naar het groeiend aantal van haar elementen, komen degeneratieve krachten vrij die ontmenselijken. En dit tegenover elke positieve vooruitgang. Wacht even, ik moet het terug opnieuw zeggen, want dat is met dat blad. Tegenover elke positieve vooruitgang staat evenveel negativiteit. In dat spanningsveld bevindt zich de biotoop van elk creatief persoon. De menselijke perceptie hangt af van een complex van culturele en psychologische factoren. De geschiedenis van de kunstvormen en de ontdekkingen is verbonden met de evolutie van menselijke gedragspatronen. In elke culturele periode hebben gelijkaardige soorten veranderingen plaatsgevonden. De processen zelf van kijken en verstaan zijn waarschijnlijk hetzelfde gebleven. Wat veranderde is de interpretatie en het weergeven van dat wat als nieuw ervaren wordt. In het geval van de kunst ontwikkelde elke beschaving haar eigen artistieke concepten, die achteraf bekeken alle personen van een bepaalde historische periode met elkaar verbinden. Het filosofisch-sociaal-politieke heeft bij middel van de exacte wetenschappen het op dit moment bijna controversiële gebaard wat we de hedendaagse maatschappij noemen. Zich daartoe permanent op een kritische, oorspronkelijke en lucide manier verhouden en over dat proces voortdurend interageren, dat vind ik een belangrijke taak van wetenschappers, kunstenaars en in feite van alle andere mensen. Nogmaals bedankt voor de toekenning. Opnieuw heel veel dank, onder andere voor de dankwoorden aan kersvers eredokter Annemie van Kerkhoven. Naast iedere succesvolle vrouw staat een sterke man, of vrouw eigenlijk, maar in dit geval man. Dus graag betrekken wij ook Danny de Vos, de echtgenoot van mevrouw van Kerkhoven, in onze uitgebreide en oprechte dank. Bij het einde van deze eerste ceremonie ga ik graag nog even verder met bedanken. Hartelijk dank aan de rector en de co-promotoren en aan iedereen die hier in de zaal aanwezig is. Ook aan iedereen die van thuis uit of van onderweg uit mee heeft gevolgd. De komende 2 dagen worden er nog 4 eredoctoraten uitgereikt. U bent bij deze van harte uitgenodigd om die ook online te volgen, want de zaal zal al vol zitten, vrees ik. Hopelijk tot dan en nu. Naar de receptie.